Wij zijn helemaal niet het sukkeltje. Kijk eerst even op de Wikipedia. Sorry, twitteraars. Even op de Wikipedia kijken. Het Verlossum. Kunt u mij horen? Mensen vragen nu van, kunnen jullie al eventjes een beetje een doorkijkje geven in de thema's die jullie gaan behandelen na de Tweede Wereldoorlog? Dan gaan we dus de Tweede Wereldoorlog doen. En daarna doen we de auto's. Ter geruststelling van het damespubliek van de podcast zou ik willen zeggen, we gaan het dus niet hebben, dames, godzijdank, over rokende banden, acceleratietijden. Met de voorwielen, lekker de bocht omslippen. Autoracerij, daar gaan we het allemaal helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over de auto als cultuurgoed. Als in feite een ingrijpende factor in de verandering van de maatschappij in de afgelopen 120 jaar. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook over echt interessante auto's hebben. Zoals de T-Ford, de Volkswagen Käfer, de Fiat 500. Lamborghinis, LeFerraris, allemaal geweldige auto's, maar toch voor jongens die niet helemaal de volwassenheid bereikt hebben in feite. Het gaat eigenlijk om auto's die de massa-automobilisering gestimuleerd hebben. De auto is alleen interessant als iedereen zo'n ding heeft, wat bij ons grotendeels het geval is. Daar wil ik het vooral over hebben. En dan hadden we nog... Ga je dan trouwens ook tot aan Lightyear bijvoorbeeld door? Want dat is natuurlijk nu... die maken ook een hele nieuwe manier van auto's naar auto's kijken. Hè? Nou ja, we gaan natuurlijk door tot en met de elektrische auto. En ja. Met het zonnepaneel erop? Ja, je moet dan een heel groot zonnepaneel hebben. Wil je daar ook daadwerkelijk mee kunnen rijden? Nou, volgend jaar komt hij, hè? 150. Ik was in Eindhoven met Carlo van der Weijer. Die zit daar op de TU. Ja, maar dat is uitgesloten dat die auto dus niet hoeft... Geen stroom van buiten hoeft aan te trekken, maar op zijn eigen zonnepaneel kan rijden. Het enige, de auto's die dat kunnen, zijn auto's die volledig bestaan uit een zonnepaneel. En die veel licht zijn. Dat zijn die auto's die meedoen aan die Australische competitie. Maar dat is dit. Ja, dat is heel leuk. Maar in Australië schijnt altijd de zon. We zullen het zien. Maar misschien worden we uitgenodigd om een podcast te maken. Terwijl we dus eerst enorm vlot rijden in die auto. En dat die ineens tot stilstand komen. Omdat de zon niet meer schijnt. Dat zou kunnen. Ja, maar je kent Lightyear wel? Heb er wel eens van gehoord, maar niet veel meer. Ik zal me er enorm direct snel in verdiepen. Tot nu toe is de meest succesvolle elektrische auto in velerlei opzichten de Tesla Type 3. Niet alleen een mooie auto, het is ook een efficiënte auto. En Tesla, dat moet je absoluut toegeven aan die halfgare Elon Musk. Tesla heeft laten zien dat een elektrische auto een volkomen reële propositie is. Want die Duitse autofabrikanten, die zijn er allemaal achteraan gehuppeld. En die doen nu ook hun uiterste best. Maar eigenlijk hebben ze de opmerkelijke efficiëntie van die kleine Tesla, dat hebben ze nog steeds niet bereikt. Dus natuurlijk, maar goed, de auto begint met de eerste Benz. Dat was een driewieler in de jaren 80 van de 19e eeuw. Dus we hebben wel heel wat te overbruggen. Ja. En vooral omdat we de auto willen zien als een cultuurgoed, als een onderdeel van het functioneren van de samenleving. En als een cultuurgoed wat die samenleving in allerlei opzichten vrij grondig veranderd heeft. Dus dat gaan we doen. Leuk. En dan China? Ja, daarna doen we China. Dat wil zeggen, we moeten dat natuurlijk doen vanuit een enigszins opwindend perspectief. Dus dat is toch de competitie die China en de Verenigde Staten kennelijk toch aan willen gaan. Ik begrijp daar ook weer niets van. Dat je eigen ruiten gaat ingooien van twee kanten. Dat is mij een raadsel, maar daar zijn ze wel een beetje mee bezig. Dus ja, laten we dat vooral doen. De geopolitieke strijd en... Wie weet kom je tot de conclusie waar twee vechten om een been, China en de Verenigde Staten, niet waar? Loopt nummer 3 ermee heen en wie zijn dat? Dat is de Europese Unie natuurlijk. Ja, denk je dat? De Europese Unie laat zien dat je ook boven het niveau van de natie uit kunt stijgen. Want in feite zijn China en de Verenigde Staten zijn natuurlijk natiestaten. En de Europese Unie is een totaal andere constructie, namelijk een samenwerkingsverband van natiestaten. We zijn wel een beetje het sukkeltje in de wereld. Ja, dat is wat veel mensen denken. Het sukkeltje in de wereld, dat zijn kleine naties die nergens bij horen. Daar kan ik me nog iets van sukkelen. Je zult maar Ecuador zijn of zo. Ja, god, wat moet je dan? Om maar een praktisch voorbeeld te geven. Ja.
Of de Tuvalu-eilanden of zoiets dergelijks. Nee, dus wij zijn helemaal niet het cirkeltje. Maar wij laten ons dat wel ook een beetje aanpraten. Daar moeten we ook enorm mee uitkijken, naar mijn idee. We hebben van alles te bieden. Oké, nou, maar dit uiteindelijk zijn wij een veel interessantere politieke oplossing dan China en de Verenigde Staten. Wie zou er nou naar China willen emigreren? Toch geen kip. Ken je mensen die dolgraag naar China willen emigreren, waar je de hele dag beloerd wordt door die club van Xi Jinping? Nee, toch? Ja, ik op mijn middelbare school. Zou je willen emigreren naar Amerika, een land wat tegenwoordig een ingebouwde instabiliteit heeft? Ik niet. Ik helemaal niet. Michiel Vos spreek ik vaak, die vindt het geweldig. Als hij hier komt, dan zegt hij, jullie betalen heel veel, daar hebben we het al eens over gehad, heel veel belasting. Hij zegt, maar dat komt ook omdat hij het natuurlijk gewend is daar. Michiel Vos, die vindt Nederland een stuk beter land dan de Verenigde Staten. Dat moet hij wel vinden, dat vindt eigenlijk verstandig mens. Kijk, de meest ideale samenlevingen die op dit moment op deze planeet bestaan, dat zijn de kleine West-Europese landen. Zelfs de grote, die hebben allemaal rare ambities en problemen en zo. Het zijn de kleintjes die het goed doen, ook economisch. De meest succesvolle landen van de Europese Unie, dat zijn de kleine Noordwest-Europese landen in feite. Ja. Maar ik had op mijn middelbare school toch ook wel wat mensen die nu naar China zijn. Die werken nu voor DSM in Shanghai en die vinden het daar fantastisch. Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, dat zeggen ze. Bellen? Misschien moeten we ook mensen gaan bellen in de podcast. God, ja, u spreekt met Verros om de podcast. Hoe is het in Shanghai? Nou, wel lekker, mooi weertje en zo. Bent u van plan nooit meer terug te komen? Nou, ik durf te wedden dat ze dat geen van allen zeggen. Ik zal hem eens een berichtje sturen, wat hij daarvan vindt. Ik heb nog eens een lezing gehouden voor Nederlandse expats in Los Angeles. Waar bleken er tienduizenden te zijn. Ja, die waren natuurlijk niet allemaal bij die lezing, maar ik begreep dat er zoveel waren. En nou, die scholden allemaal enorm op Nederland. Allemaal regelzucht en je kon dit niet en je kon dat niet. En je kon niet slapend rijk worden en allemaal dat soort van bezwaren. En dan vroeg ik altijd, bent u van plan hier definitief te blijven? Nu, daar waren ze eigenlijk nooit van plan. Zodra ze bij een beetje verdiend hadden, waren ze plan weer terug te gaan naar Nederland. En gezondheidszorg stukken beter geregeld. Allerlei andere dingen, zekerheden. Nou ja, zijn we weer terug waar we starten. Als de Nederlandse overheid ergens voor op moet passen, is het verdere afbouw van zekerheden die we hadden. Doe het niet. Laat je niet voorlullen, ook als stemmer en kiezer en burger, over dat gezeik van die bezuinigingen. We hoeven helemaal niet te bezuinigen. Nee. Wat we nodig hebben is een efficiënte, humane en zorgende overheid. Ik had nog één vraag of jij van iemand die stelde die vraag of jij naast NRC nog andere kranten las. Daar was hij benieuwd naar. Zeker. Ik heb een digitaal abonnement op de New York Times. Dat kost $15 per maand. Dat kan ik iedereen warm aanbevelen. Het is een wonder op aarde natuurlijk. Je klikt dat ding aan. Ik heb hem als default page heb ik hem op de computer staan. En je hebt ook al die andere rommel die bij de New York Times hoort. Want die hebben natuurlijk een weekly review. En ja, die hebben een hele aardige boekenbijlage. En een hele goede podcast. De Daily hebben zij ook. Ja, daar luister ik eerlijk gezegd nooit naar. Het irriteert me enorm dat ik de Daily heeft ook een transcriptie. Dus op papier. Ja, klopt. Maar die krijg ik niet aan de gang. Die blijft stilstaan na de eerste pagina. Dus ik kan het nooit lezen. Meestal weet je trouwens na één pagina wel zo'n beetje wat het over gaat. Dus ik luister nooit naar de podcast. Ik luister eigenlijk naar geen enkele podcast. Ja, het klinkt ontzettend lullig. Je bent er wel klaar mee als je hier de deur uitstapt. Dat kan me voorstellen. Ja, dus dat doe ik eigenlijk niet. Dus ook niet naar die van de New York Times. Ik kan de New York Times wel warm aanbevelen. Je weet wat voor krant het is natuurlijk. Het is voor Amerikaanse begrippen een vrij progressieve krant. Ze moesten niks van Trump hebben. Zo erg eigenlijk dat de anti-Trump was ook een soort ziekteverschijnsel. Dat ze eindeloos doen, zeker over die halve garen. Dat je beroemd bent, denk jongens, kom op. Het is ook niet Satan zelf natuurlijk. Nee. Het is ook in allerlei opzichten een tragische prutser. Ik heb wel twee boeken besteld over Trump die nu met een licht genoegen zit te lezen. Zal ik volgende keer over rapporteren. Maar de Trump-literatuur begint nu zo'n beetje te draaien. Nou ja, dat zie je ook altijd in de boekenbijlagen van de New York Times. Wat lees ik verder? Dat heb ik ook wel eens gezegd. De New York Times lees ik. Ik lees de New York Review of Books. Het is toch allemaal nog erg Amerika gericht in feite. Ik lees Der Spiegel in het Engels op het internet. Dat zou je eigenlijk ook niet moeten doen, maar waarom niet? Je hebt daar gewoon toch een tijd. Dus ja, uit,
zeker. Ik heb heel lang heb ik Duitse bladen gelezen, omdat ik toen... Kijk, als je daar aan woont en naar de tv kijkt enzovoort, dan ben je zo gewend aan de Duitse politiek. Maar goed, ik woonde daar in 70, 71, dus dat is alweer heel lang geleden. Toen las ik ook wel Die Zeit en zo, en natuurlijk De Spiegel. Dat actuele, voor het blad, dat bestond toch niet in die tijd. Maar nu vind ik, ben ik wel zo gemakzuchtig dat ik Die Spiegel dan in het Engels op het internet lees. Oké. Okay. Dat zijn in het algemeen hele nuttige stukken voor zijn werk. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Ik moet daar natuurlijk bij zeggen, dat zijn allemaal dingen die je niet compleet leest. Want als je dat zou, als ik wat ik nu genoemd heb compleet zou lezen, dan zou ik nu bezig zijn aan het compleet lezen van al die bladen uit 1998. Ja, want dat is enorm tijdrovend. Dus je loopt daar vrij snel diagonaal doorheen en je leest die stukken waarvan je denkt, hé, dat is interessant. Ik heb net in de NRC eigenlijk een fascinerend interessant stuk gelezen. Dat natuurlijk iedereen die ooit zich oppervlakkig met de techniek van de afgelopen 2 eeuwen heeft bezig gehouden, of anderhalve eeuw, die weet dat we met gelijkstroom zijn begonnen. En dat toen Tesla heeft laten zien dat wisselstroom een stuk efficiënter was en bovendien veel makkelijker over grote afstanden getransporteerd kan worden. En nu las ik in dat stuk dat er nu toch weer stemmen op gaan, dat gelijkstroom in allerlei opzichten toch grote voordelen blijkt te hebben. En hoe we daar nou mee om moeten gaan, want ja, dan zit je toch met 2 stroomtypes, gelijkstroom en wisselstroom. Ik vond het een fascinerend stuk, dus ik ga me daar nog iets verder in verdiepen. Vooral natuurlijk omdat we alles tegenwoordig in toenemende mate op elektriciteit doen. Hè? Ja, elektriciteit is natuurlijk iets prachtigs. Moet je je voorstellen, we wisten tot het begin van de 19e eeuw nauwelijks wat het was. Ja, statische elektriciteit en dat je bliksem had, dat wist je. Maar dat was het. Hè, dat we dat elektriciteit stroomt, dat was toch een hele ontdekking. Interessant. En dan ga je zelf dus zoeken in literatuur hoe dat zit. Ja, ik ben ontzettend benieuwd wat er werd in het stuk wel uitgelegd. Dat gelijkstroom onder de huidige omstandigheden een aantal dingen. Bijvoorbeeld zonnepanelen produceren gelijkstroom en geen wisselstroom. Dus wil je die bijvoorbeeld op het net laten laden. Hè? Als je dat door wil geven naar het net, dan moet je die gelijkstroom weer veranderen in wisselstroom. En ik begreep dat ook auto's, dat ook op gelijkstroom loopt in feite. Dat deed mij natuurlijk denken aan elektrische treintjes die volgens mij ook op gelijkstroom liepen. Want daar had je altijd de transformator voor nodig, als ik het me goed herinner. Ja. Dus ik ben nu enorm gefascineerd geraakt door hoe zit dat met wisselstroom en gelijkstroom? En hoe komt het dat wat Tesla zo overtuigend liet zien, hoe veel efficiënter wisselstroom was, dat we daar nu toch weer hele ambivalente gedachten over hebben. Nou, ik vond dat een fascinerend stuk. Ja. Hulde voor de NRC die dat stuk heeft opgenomen. Leuk. We kunnen er ook nog een aflevering over doen. Oké. Okay. Ja, het leuke is ook, dames en heren, als u dingen hoort in deze podcast die u interessant vindt, u kunt dat ook opzoeken. Ja, ik geef toe, het zou voor vele mensen vervelend zijn dat ze iets op moeten zoeken. En wellicht zelfs in de Wikipedia. Iemand zei dat je op het middelbaar beroepsonderwijs geen gebruik mocht maken van de Wikipedia. Nou ja, het is nou dat ik geen hoed op heb, maar dan zou die toch echt af zijn gevallen in een gigantisch tempo, met een enorme vaart. Wat zijn dit voor onzinnige dingen? Hoezo, waar halen die mensen dat? Ik heb het alles al een keer eerder, heb ik het enigszins satirisch aan de orde gesteld. Dat ken ik heel veel mensen op Twitter, die diep neerkijken op die Wikipedia, wat overigens een voortreffelijke encyclopedie is. Ik zal zo uitleggen waarom. Dat zijn zeker allemaal mensen die voor elk onderzoekje even een middag bespreken op het Algemeen Rijksarchief en dan even de documenten ingaan en vaak maanden bezig zijn om hun unieke halfgare kennis een beetje uit de stukken op te diepen. Nee, die Wikipedia is een zegen op aarde. Er is geen grotere encyclopedie dan die. Is die altijd ontzettend goed? Nee, lang niet altijd. Als je een beetje verstand in je hoofd hebt, kun je dat gauw genoeg zien. Sommige historische stukken zijn wat rommelig, maar als iedereen zou weten wat er in het stuk over de Tweede Wereldoorlog op de Wikipedia staat, nou, dan zou ik al de vlag uitsteken, want dan ben je al heel behoorlijk geïnformeerd. Is de Wikipedia slecht? Nee, niet slechter dan andere encyclopedieën. Vroeger staat de encyclopedie ook vol met fouten. Dat is juist een van de leukste dingetjes van onderzoek naar encyclopedieën. Dat vaak oorspronkelijk gemaakte fouten
soms wel 150 jaar lang doorlopen in nieuwe encyclopedieën, omdat die encyclopedieën vaak gebruik maken van oude encyclopedieën. Ik geloof ook dat, als ik het wel heb, de Wikipedia de rechten heeft van de Britannica tot een bepaald jaar. Of die Britannica überhaupt nog bestaat, dat is ook een hele grote encyclopedie. Of die überhaupt nog bestaat, dat weet ik niet precies. Er is vanuit het perspectief dat u even iets wil weten, is er geen beter antwoord dan de Wikipedia. Stel voor, iemand vraagt u, wanneer is Brezhnev geboren? Ja, wie weet dat nou uit zijn hoofd? Nou, misschien zijn kinderen en die waarschijnlijk nog niet eens. Dat, je typt Brezhnev in. Hè? Ja, ook als je de naam verkeerd spelt, dan word je meestal toch wel goed geweest. Dat is ook zo lollig. Ja, en dan ziet je waar hij geboren is en wanneer hij overleden is. Hmm. Wat is daar mis aan? Waarom mogen ze dat op het MBO niet? Dan weten ze op het MBO waarschijnlijk sowieso niet wie Brezhnev is. En misschien hebben ze die kennis daar ook niet dringend nodig. Dat zou kunnen. Maar waarom zou je de toegang tot de Wikipedia verbieden? Ik begreep dat dat ook aan universiteiten het geval is. Dat wordt kennelijk verboden door mensen die werkelijk niet de flauwste idee hebben hoe stom studenten zijn. Nee. En wat ik wel mooi vind is dat je dus op Wikipedia, als je iets ziet wat fout is, kun je dus zelf iets invullen. Eventueel, maar dat wordt geregistreerd. Ja. Precies. En je hebt natuurlijk een aantal artikelen die moeten worden ontoegankelijk gemaakt voor de Schelders. Daar zit er zo'n slotje op. Ja. En dan kun je zeggen, wat een schande, want daar kan ik niks meer aan doen. Maar dat is natuurlijk ter bescherming. Ik zou maar zeggen, als je dus George W. Bush opzoekt, dan zit er een slotje op. Ja. Omdat er anders gescholden wordt. Kijk, Schelden is natuurlijk eigenlijk, als je achteraf zou moeten zeggen over 100 jaar, wat was nou de kern van het internetgebruik? Wat was nou echt de wezenlijke activiteit waarop dat systeem draaide? Dan moet je toch zeggen Schelden. Hè? Ja. Ik heb, zoals jij noemt, George Bush. Ik heb een film zitten kijken op Netflix, Vice. Heb je die eens gezien? Ja, die heb ik gezien, Vice. Daar was ik niet zo enthousiast over als iedereen. Er was een lijstje, er stond, dit zijn de films uit deze eeuw die u gezien moet hebben. En daar werd deze genoemd, het gaat over Rumsfeld en Dick Cheney. Ja, ik vond hem nogal langdradig, die film. Ja. Ja, iedereen was er wild enthousiast over, omdat Cheney natuurlijk werd beschouwd als de zwarte magier achter die inderdaad nogal onnozele George W. Maar dat kan korter. Ik zou zeggen, ook hier is heel veel geschreven over hoe de Verenigde Staten in die oorlog in Irak gerommeld zijn. Daar is een uitgebreide literatuur over die oorlog zelf. Uitgebreide literatuur. Ja. Mm. Over Cheney is uitgebreide literatuur. Mm. Als u echt iets weten wilt, lees in godsnaam een boek. Kijk eerst even op de Wikipedia. Sorry, twitteraars, even op de Wikipedia kijken. Misschien zou u de verstandig aan doen ook zelf eens iets op te zoeken. Wie weet, als u toevallig tijd over heeft vanwege uw werkzaamheden op het Algemeen Rijksarchief, dan kunt u misschien daar eens even kijken. Maar goed, deze zaken. Nee, ik vond nogal een lang. Als je er iets van af wist, zoals ik, dan duurde het allemaal wel ongelooflijk lang, eerlijk gezegd. En ik vond ook dat de motivatie tenslotte niet behoorlijk uitgewerkt werd. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ik vond de omschrijving hoopgevend, maar toen ik zat te kijken. Maar wat zei jij dat een van de belangrijkste films van de 21ste eeuw? Kom op. Dat schreef Elsevier, schreef dat. Ja, oké. Okay. Ja, ik moet mee inhouden. Dus. Ja, dat is niet. Nee. Geen goed blad? Ik heb geen idee, want ik lees het niet elke week. Pas als ik, daarom stel ik mij nu voorzichtig op. En ja, bij Elsevier denk ik altijd maar één ding, de koffietest. Hè? Doen zij dat? De koffietest? Ja, zeker. Dat hebben ze in ieder geval jaren gedaan. Misschien dat ze ermee gestopt zijn. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat iets van het Algemeen Dagblad was. Ja. Nee, dat is de oliebollentest, geloof ik. Oh ja. Ja. Hey, en nog een goede vraag is, jij zegt, wat als de Duitsers hadden gewonnen of hadden de Duitsers kunnen winnen? Wat betekent winnen? Winnen is dat je tegenstanders verslagen zijn. Dus dat Frankrijk was al verslagen, dat hebben we gezien in 1940, compleet. En dat ook de Sovjet-Unie het loodje had gelegd in 1941. En dat Engeland dan de handdoek in de ring zou hebben gegooid, omdat Amerika zou hebben gezegd, ja, we kunnen de pot op, maar we laten het zoals het is. We wonen ver van al deze ellende. Niet waar, Canada en Mexico zijn niet bedreigend, dus we laten de zaak maar lopen. Mm. Of we voeren alleen oorlog tegen Japan.
Zoiets, dat is winnen. Ja. En dan zouden we hier hebben gezeten met een naziregime. Ja, dat is, nou, je weet wat dat betekent. Het is al erg genoeg wat de nazi's gedaan hebben in een paar jaar dat ze Europa bezet hebben, nietwaar? De grootste, bij ons weten, de grootst bekende moordpartij uit de geschiedenis heeft zich in die jaren voltrokken door Nazi-Duitsland. Daarbij vaak geholpen over door de lokale autoriteiten, namelijk het feit dat ze ruim 5 miljoen Joden vermoord hebben. En dan nog zigeuners en dan nog 3,5 miljoen Russische krijgsgevangenen. Het is een zeldzaam... Het verbaast je vaak in zijn ongekende gewelddadigheid en moordzucht. Ik weet niet of ik al die boeken van Natalia Ginzburg genoemd heb. Dat is een Italiaanse, Joods-Italiaanse schrijfster. Ik kan haar romans en alles wat ze geschreven heeft warm aanbevelen. Warm aanbevelen. Ja, misschien kunt u het nog even op de Wikipedia kijken wie het is en wat en hoe. Waarom beveel je het aan? Omdat ze onder andere een boek heeft geschreven over die Joodse families en wat die overkwam toen op een groep. En in Italië werd daar niet veel aan gedaan, aan die antisemitische boel. Maar op een groep gaat Mussolini daar ook mee. En dan worden zij gedwongen om te verhuizen naar het platteland. Vinden ze niet fijn natuurlijk, maar boel, er is van... Ja, ze wonen daar, het is niet geweldig, het is allemaal erg schraal. Niet waar, al Italië was zeker toen een straatarm land. Maar er gebeurt ze verder niet veel. En dan tenslotte wordt Italië bezet door de Duitsers in 1943. En dan begint echt, minimeer van de een op de andere dag, het moorden. Jan en Alleman wordt tegen de muur van het stadhuis gezet en doodgeschoten. Dat je denkt, wat heeft ze in godsnaam bezield? Waar kwam die enorme moordzucht vandaan? Die de Duitsers geëtaleerd hebben natuurlijk in feite tussen 33... Want het begint ook binnenlands, denk aan 34, de nacht van lange messen, tot 45. Ja, het is toch, nou, daarom is Duitsland, dat is ook zo raar. Mijn idee is het een soort uitgebluste vulkaan. Ja, dus je hebt een soort van mega-eruptie, waar die nog naar mijn smaak in zijn vorm en intensiteit en duur, dat nog nader verklaard moet worden. Daar is natuurlijk enorm veel over geschreven, maar je blijft altijd zitten met... Nou, Hannah Arendt heeft dat ooit, naar mijn idee, overtuigend geformuleerd. Door te zeggen, je weet wat er gebeurd is en eigenlijk had het niet moeten gebeuren. Het is zo idioot, dat het is haast onvoorstelbaar. Het blijft onvoorstelbaar. Is er ooit een antwoord op geformuleerd waar dat vandaan komt? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, in feite heel breed en er komt natuurlijk van allerlei richtingen en... Dat ze de Eerste Wereldoorlog verloren hadden en vanwege de economische crisis. En nou, je kunt van alles en nog wat verzinnen. Maar deze eruptie van moordzucht, wat zou je moeten zeggen? Komt van Hitler. Het land dus werd voortgedreven door iemand die bezeten was. Ik denk dat je er zoiets van moet maken. Maar waarom was hij zo tegen die Joden? Ja, ik snap dat hij zijn Arische ras wilde, maar wat was de motivatie daarachter? Waar kwam dat vandaan? Nou, zijn theorie was dat de Joden eigenlijk Duitsland verraden hadden in de Eerste Wereldoorlog. Verder nergens op sloeg, dat was pure onzin. Maar waar kwam dat vandaan? Dat was natuurlijk... Het is weer fijn gaan regenen buiten. Waar kwam dat vandaan? Dat is vrij. Heel Europa was antisemitisch natuurlijk. Dat was de normale, laten we zeggen, de default stand van Europa. En dat had alle mogelijke gradaties. Je had, in Nederland was ook de burgerij, die was deels gewoon antisemitisch. Alleen er zat er geen moordzucht achter. En zo was het in Duitsland ook. Wat denk je van Frankrijk? Het antisemitisme in de jaren 30, dat is Action Française. Dat is niet gezellig hoor. Alleen ja, de Duitsers, dat... Nou ja, daar loop je weer tegen dat raadsel van die moordzucht aan. Hebben besloten om ze te vermoorden. Ze hadden ook lijsten gemaakt van Engelse Joden voor het geval dat. Dat is natuurlijk ook al vrij verbijsterend. Nee, dat blijft zoiets merkwaardig. Maar goed, de homo's werden volgens mij ook tegen gezet. Iedereen die ze even niet zwarte beviel, mensen. Alles werd vermoord. Ja, gekken werden vermoord. Mensen met een handicap waren ook niet bruikbaar, je ook niks aan, die kon ook vermoord worden. Maar wat zat dat... Denk aan die Russische krijgsgevangenen. Ze hebben ruim 5 miljoen Russische krijgsgevangenen gemaakt. En daarvan hebben ze er 3,5 miljoen laten verhongeren.
Maar waarom? Dat is de vraag die we niet kunnen beantwoorden. Hoe, wat Ginsburg beschrijft, dat die Duitsers binnenlopen. Er staan van die Duitse trucks op het marktplein van het stadje. En de moordpartijen beginnen. Het is ongelooflijk. Het is verbijsterend. Ja, je probeert het te snappen, maar nee, iedere... Precies. En je snapt het uiteindelijk niet. Nee. We hebben gehad... Maar het is altijd mogelijk. Het is altijd mogelijk. Samenlevingen die volledig over hun top gaan, niet waar, die de gekste dingen gaan doen, dat is altijd mogelijk. In die zin is het ook weer niet uniek. We hebben eerdere gevallen gehad van dit type van moordzucht. Denk aan Oeganda. En het kan nog steeds gebeuren, wil je eigenlijk zeggen? Het kan nog steeds gebeuren, ja. Dus bij, ja, crisis situaties, mensen worden opgejuind. Er zijn leiders die dat suggereren dat dat een goed idee zou zijn. Ja, dan kan het altijd nog gebeuren. We zijn een kuddedier. Ja. Wij zijn gebleven bij... Ik moet dit ik zal even een eentje omhoog zetten. Ja, ik doe even... Anders wordt mijn bejaarde hand nat. Ja, dat moeten we niet hebben. Daar ook aan de andere kant? Nee, want volgens mij valt het zodanig dat het aan die andere kant wel meevalt. Ja. Even kijken. Zo. Ja, dat gaat altijd alles aan weer als ik dat... Het is niet een stop. Ja. Zo. Ja, dat je dat niet selectief aan kunt zetten, dat is natuurlijk ook weer... Oh, daar is hij niet helemaal zo. Nee, dit is zo wel goed, denk ik. Ja, dan zijn wij wat betreft Tweede Wereldoorlog blijven hangen in Rusland. Het Duitse leger is onderweg naar Moskou. Ja, en ondertussen... Niet waar waren de grootste prutsers, die waren in het Rode Leger. Ik weet niet of ze daar een beetje iets mee gedaan hadden. Het Rode Leger was onder bevel geraakt van Zhukov. Een man die zijn vak verstond. Weliswaar bemoeide Stalin zich voortdurend met de zaak, net als Hitler. Mag ik dat ook nog eens zeggen, mochten wij Nederlanders oorlog gaan voeren. En Rutte zit er nog als minister-president. Bemoei u niet met militaire zaken. Want Hitler en Stalin hebben veel meer kwaad gedaan dan goed gedaan. Hitler heeft natuurlijk maar één ding goed gedaan, namelijk die aanval op Frankrijk en daar te kiezen voor de originele formule. Maar daardoor dacht hij zelf dat hij de grootste militaire leider aller tijden was. Hè? Grof was, grootste militaire. Maar ja, zo werd hij spottend wel genoemd. Daar worden dus... die troepen waren uit Siberië gekomen, de Sovjet-Unie ook. Ze wisten toen dat de Japanners naar het zuidoosten zouden gaan en niet Rusland zouden aanvallen. En die zijn daar opgebouwd, achter Moskou. Er waren al uitgebreide plannen om alles te evacueren uit Moskou, al had Stalin beloofd ik blijf. Maar ook bijvoorbeeld het gebalsemde lijk van Lenin, dat... In dat mausoleum lag, dat was een speciale trein voor geconstrueerd. Ja, het schijnt dat lijk echt, dat hoef je bijna te kijken, dan valt het uit elkaar. Dus die trein had ook extra vering gekregen om het lijk van Lenin in ieder geval niet uit elkaar te laten vallen op weg naar het oosten. En op 5, op 5 december gaat Zhukov in de tegenaanval. En dan worden de Duitsers, die eigenlijk geen defensieve posities hadden in die eerste grote territorium, die worden een kleine 300 kilometer teruggejaagd naar het westen. En dat betekent in feite, daar kun je dus concluderen, de oorspronkelijke intentie van Barbarossa is mislukt. Want dit wordt dus een lange oorlog. Dat is duidelijk. Duitsland zal de Sovjet-Unie niet in no time zandkast en spiel verslaan. Nee, het wordt een lange, lange oorlog. En nou ja, we zullen zien dat een lange, lange oorlog, die zou Duitsland altijd verliezen. Want ondertussen, het is nu 5 december, dat is naar mijn idee een vrijdag, 5 december. Want op 7 december, wat een zondag was, niet waar, vallen de Japanners Pearl Harbor aan. En Pearl Harbor leidt ertoe dat, dat is wel interessant eigenlijk, dat Hitler en Churchill eigenlijk op precies dezelfde wijze reageren. Want Hitler zegt, als de Japanners de Amerikanen hebben aangevallen, dan gaan we toch winnen. Daar zat hij dus lelijk naast. En Churchill zegt,
Als die hoort dat Pearl Harbor is aangevallen, dan hebben we toch gewonnen. Kortom, ze concluderen allebei dat ze gewonnen hadden. Maar feit is dat Churchill het scherper had gezien dan Hitler. Maar nu kun je dus zeggen, nu is eigenlijk het hele karakter van de Tweede Wereldoorlog is plotseling veranderd. Want Hitler was zo tevreden over het feit dat die Japanners in feite de Verenigde Staten hadden aangevallen. En naar zijn idee zou dat betekenen dat hij voorlopig van de Verenigde Staten geen last zou hebben in Europa. Omdat hij natuurlijk de immense productieve mogelijkheden van de Verenigde Staten schromelijk onderschatte. En ook niet heeft voorzien dat de Amerikanen in de keuze tussen of Japan, Duitsland eerst Duitsland prioriteit zou geven en daarna pas Japan. Was het conflict een zodanig conflict geworden dat Duitsland die oorlog waarschijnlijk niet meer zou kunnen winnen? Daarover strijdt men ook in de literatuur. Bijvoorbeeld de reeds meerdere malen genoemde Richard Overy, die zegt van ja, dat is allemaal wel erg optimistisch en moet je niet wachten tot het grote Duitse zomeroffensief van 1943 in naar rond Koersk, tot dat mislukt. Dat is ook een grondige mislukking geworden in allerlei opzichten, voorzien van de grootste tankslag die ooit geleverd is, overigens. Maar ik moet zeggen, mijn theorie is dat Duitsland, dat je dus op 7 december, 5, 6, 7 december van 1941, is het klaar met de Duitsers. Zo vrij vroeg? Dat is heel erg vroeg, want ondertussen zouden we dus nog, we hadden nog een bijna 3,5 jaar te gaan, niet waar, voordat Duitsland definitief verslagen was. Mijn visie is nog niet zo gek. Het is ook niet zo dat ik er een bijzonder originele visie op heb, overigens. Omdat Fritz Todt, dat was de man die het logistieke apparaat van de Derde Rijk runde, organisation Todt, dat was een driehoekje. Fritz Todt, die kennelijk helemaal niet erg bang was voor der Führer, die zei, mijn Führer, u moet zich goed realiseren, wij kunnen die oorlog niet meer winnen. Dus de vraag is, we moeten een andere strategie uitstippelen. Wat is dan precies het plan, als dat zo is? En Alfred Jodl, die een topman was in de generale staf van de Duitsers, die heeft ook gezegd, mijn Führer, ja, je zei natuurlijk niet, hey Adolf, het ziet er slecht uit, zo werkte het niet. We kunnen die oorlog niet meer winnen. Dit is een oorlog voor de lange termijn geworden. In feite een productieoorlog. Gek genoeg zullen we zien dat de Duitsers zelfs van de Russen de productieslag knap verliezen. Laat staan van de Amerikanen die schakelen in vrij hoog tempo over op oorlogsproductie. En hebben tenslotte zo onbeschrijfelijk veel oorlogsmaterieel gemaakt. Dat ze geloof ik in het najaar van 1944 aan zijn, we moeten er maar mee stoppen. Want we weten eigenlijk niet waar we met die rommel heen moeten. Hè? Ze lieten ook alles overal staan. Ze hebben al die rommel die gevochten had, vliegtuigen, hele vrachtauto's. Ze hebben alles laten staan in 1945. Ja, dat is het verhaal dus van Barbarossa. En daarmee komen we natuurlijk aan een heel wezenlijk punt. Want als je mij gevraagd had, hadden ze kunnen winnen in 1941, toen ik overigens nog niet was, dan. En met dat idee van die Duitse generaals, wellicht, het blijft een wellicht. Het was in feite een krankzinnige onderneming. En dat kwam natuurlijk omdat Hitler de tegenstander zo grondig onderschat had. Maar op 7 december, en zodra Duitsland de oorlog verklaard heeft aan de Verenigde Staten, is het gewoon klaar. Ja, het idiote is dat de Duitsers eindeloos à l'outrance hebben doorgevochten. En nou ja, dat het Rijksdaggebouw geloof ik nog verdedigd is door de jonge Noorse SS-jongen of zoiets dergelijks. Zo'n raar verhaal. En dus ja, dat blijft gek. Kijk, elk zinnig mens zou toch hebben gezegd, ergens in het voorjaar van 1942, moeten we hier niet eens over praten. Is het wel zinvol om het conflict voor te zetten? De vraag is natuurlijk of de geallieerden met Hitler hadden willen praten. Zelfs als die dat zou hebben gewild. Het lag niet in Hitler's aard om te praten. In feite heeft hij vervolgens een volstrekt suïcidale oorlog gevoerd. Maar
Nou, en de Engelsen en Amerikanen die hebben tenslotte besloten. Ook de Russen die hebben daar ook mee meegedaan natuurlijk. Want dat plotseling wordt Rusland natuurlijk nu een bondgenoot van de Engelsen en de Amerikanen. In plaats van een potentiële tegenstander. Dat was maar één. Onvoorwaard, Duitsland zou zich onvoorwaardelijk moeten overgeven. Dus van praten zou geen sprake zijn. Dus ik hou het erop dat de Tweede Wereldoorlog in feite op 7 december van het jaar 41 beslist was. Nu nog even iets over Pearl Harbor en dan gaan we de volgende week verder met hoe het verder fout gaat in Rusland, om het maar even zo te noemen. Ja, dat Pearl Harbor zag er natuurlijk verschrikkelijk uit. De grote slagschepen van de Amerikaanse vloot waren zwaar getroffen, echt ernstig beschadigd. Er is overigens maar één gezonken, de Arizona. Dat is tegenwoordig, die vormt ook het monument in Pearl Harbor. Niet dat ik er ooit geweest ben, maar ja, het had een gerucht dat Trump het ooit bezocht en ik niet precies wist waar het over ging. Wat me niet echt, ja, Trump was ook enorm tegen de Wikipedia, dus die wist hij veel, oorlog, nou. Maar misschien is het wel een broodje aanval, dat weet ik eigenlijk niet precies, moet ik zeggen. Maar goed, daar zou Trump toch zelf alle begrip van de wereld voor hebben dat ik hier een broodje aanval vertel over zijn aanwezigheid in Pearl Harbor. Ja, het leek er dus verschrikkelijk. Er zijn overigens bij Pearl Harbor net iets minder doden gevallen. 2400 zoveel dacht ik dan bij de aanslag op de Twin Towers in New York. He, dat zat 2900 zoveel als je alle aanslagen bij elkaar optelt. Maar uiteindelijk, dat is heel eigenaardig, bleek eigenlijk dat helemaal niet zo erg te zijn, Pearl Harbor. Een van de hoofdoorzaken daarvan was dat de twee grote moderne vliegdekschepen die de Amerikanen hadden, de Lexington en de Yorktown, die tenslotte geloof ik geen van beide de oorlog overleefd hebben, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker, die waren buitengaats, die lagen niet in de haven. Alleen die slagschepen lagen er nog. En iedereen weet, die iets over de Pacific Oorlog heeft gelezen, die weet natuurlijk dat die oorlog feitelijk een oorlog was van vliegdekschepen. Beschermd door kruisers en van alle andere spul natuurlijk ter zee, maar een oorlog van vliegdekschepen. En dat zullen we ook zien ten aanzien van de grote klappen die daar gevallen zijn. Die twee waren er niet. Die slagschepen zijn gedeeltelijk gezonken, maar dat was ook niet zo erg, want de haven van Pearl Harbor was betrekkelijk ondiep. Dus ze zonken en bleven op de zandige bodem liggen. En konden daarna weer opgekalefaterd worden. Behalve die Arizona, die was definitief gezonken. Maar die andere hebben ze allemaal opgelapt. Die hebben nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog hebben die slagschepen dienst gedaan. Hoewel ze natuurlijk eigenlijk niet veel meer waren dan drijvende artillerieplatforms. Het slagschip was uit de mode geraakt. Het wachten is nu op een conflict waarin blijkt natuurlijk dat vliegdekschepen, zeker in hun immense afmetingen zoals de Amerikanen gebruiken, natuurlijk ontzettend kwetsbaar zijn voor gerichte raketten die we tegenwoordig door een gat van 2 bij 2 meter kunnen schieten als we dat willen. Omdat al die techniek, dat is allemaal zo ontzettend veel verbeterd. Dus ja, daar wordt ook wel over gediscussieerd, want moeten wij precies met die vliegdekschepen, zijn die wel verdedigbaar? Moeten we niet een heel ander soort van concept zien te verzinnen? Maar een interessant vraagstuk natuurlijk. Gelukkig hebben wij ons vliegdekschip al lang geleden verkocht aan Argentinië, toch? Want de Karel Doorman was ja, dat. Wel, ja. Ja. Ja, dat was een tweedehands vliegdekschip wat we van de Engelsen hadden overgenomen. Wij wouden natuurlijk ook, dat begrijp je, wij wouden ook een vliegdekschip hebben. Ja. In plaats van ons te beperken tot hele specifieke taken waar we goed in zijn. Ja, zo, dat is eigenlijk het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Dat die feitelijk beslist was, maar nog jaren zou duren. Blijft interessant. Ja, nou ja, dat heb ik allemaal ook eerder geschreven. Dus ik moet degene die al die verhalen hebben gehoord en het boek hebben gelezen, die moet ik teleurstellen dat ik weinig nieuws te melden heb. Maar ja, het leukste zou natuurlijk zijn dat ik zou zeggen dat ik begonnen was van, dames en heren, ik heb een nader onderzoek gedaan, het Algemeen Rijksarchief. En het is verschrikkelijk, u merkt er dagelijks niks van, maar de Duitsers hebben gewoon gewonnen. En volgens sommige mensen, die zeggen ook, is het niet zo dat die Duitsers gewoon gewonnen hebben?
Alleen op een hele andere manier dan we dachten na de Tweede Wereldoorlog. Dat was eigenlijk wat Thatcher zei. Hè? Toen het er naar uitzag dat Duitsland, dat de DDR erbij zou worden getrokken. Dat Thatcher zei, ja, ik geloof dat ze Goddam zei, dus maar goed, misschien mag ik dat ook zeggen. Hebben ze Goddam twee keer verpletterend verslagen en nou zijn ze toch weer de baas in Europa. Want dat is het. Ja. Duitsland is verschrikkelijk verslagen, echt. Verpletterd, je kunt het anders niet noemen. Maar ja, als troostprijs zijn ze nu natuurlijk de dominante macht in de Europese Unie. Mm. Ja. Ze luisteren wel naar de Fransen en zo, maar als een puntje bepaalt, je komt niet erg naar de Nederlanders. Nee, nee. Nou, dat is een mooi moment om het ermee te stoppen, naar mijn idee. Het is ook in allerlei opzichten een tragische prutser. We spreken met Van Rossum, de podcast. Hoe is het in Shanghai? Nou, wel lekker, mooi weertje en zo.